In het vorige filmpje zag je hoe je een vaas kon maken door een 2D-vorm te transformeren naar een 3D-vorm. En nu gaan we dit autootje, die nu nog helemaal plat is, die gaan we ook naar een echt 3D-autootje ombouwen. Nu zie je dat iedere laag even hoog is. De lampen, de schijnwerper, de antenne, zelfs de wielen, alles is nu even dik. Maar door nu alles te selecteren, en dat kun je het beste doen door het pijltje te gebruiken en dan een kader eromheen te trekken. Nu heb je alles vast. En nu kun je alles in één keer dikker maken. Nu is alles wel lekker dik. Maar de auto is wel in verhouding nu, maar het is meer een soort shovel nu of zo. De wielen zijn twee grote cilinders geworden. De antenne die loopt over de hele voorruit langs. Die schijnwerper, daar klopt niks van. Dus nu moeten we één voor één alle onderdelen weer gaan terugschalen. Dus nu bijvoorbeeld stel dat we met de schijnwerper beginnen. Nu kunnen we die naar het midden van de auto verplaatsen. Door hem gewoon weer smaller te maken. Dat was één. Hetzelfde kunnen we voor de antenne doen. De antenne komt aan de zijkant van de auto, een beetje op de motorkap. Klaar. Voorlampen, daar willen we natuurlijk twee lampen van maken. Dus we maken hem wat smaller. En zetten we hem even op zijn plek. En dan maken we er een kopietje van. Nu krijg je op dezelfde plek een nieuwe lamp. Die kun je vervolgens weer slepen. En nu heeft hij ook twee voorlampen. En met de achterlampjes doen we hetzelfde. Selecteren we even in 2D. En dan kan ik er makkelijker bij. Die maken we ook wat smaller. Dan maken we ook weer een kopietje van. Nou, die staat goed. En die achterbumper die is eigenlijk wel goed. Die gaat mooi over de hele breedte van de auto. En dan de wielen nog. Die kan ik selecteren. En ik kan ze smaller maken op deze manier. Dupliceren. En nu heb ik opeens vier wielen. Dat was eigenlijk best makkelijk.